5 people. Kevin, kill ze! Ik sla ze! Dan zijn we te veel, G. Kevin, ren voor je leven. Ren, Peter, ren! Hier naar beneden, de brug. In a world where zombies rule. Where people hide in plants. Good day. Hey, kijk eens, Hondkicks Games. Welkom terug in H1Z1. Peter, put your hands up for H1Z1. I love this city. Hey! En we gaan kijken of we kunnen overleven. En jullie gaan met ons mee op avontuur. We zagen hier net een naakte man, die is er vandoor. Hij zei, you will never catch me. En toen is hij weggegaan. En toen hoorden we knallen. Dus misschien dat iemand anders hem wel gevonden heeft. Hij ging deze kant op. Let's do this. Oh, niet met de zaklamp shine. Laten we onze locatie verkopen aan iedereen. Voor maar 1000 euro's. Oh, hoorde jij wat ik hoorde? Nee. Dat was waarschijnlijk jouw machete die uit je... waar haalde die eigenlijk uit? Uit mijn broekzak. Dit is die storage crate waar je het over had. Hé, daar komt iemand aanlopen. Rennen. Meerdere mensen. Oh my god, ren. Shit man, we moeten rennen. Hij weet dat we hier zijn. No! Oh, we are friendly! Peter, ren je nog achter mij? Ja. Wat zegt die boogeyman? Ik weet het niet. Boogeyman, we are friendly! Het zijn er zoveel, Kevin. You will never catch us alive. You will never get these la 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 la. Kijk eens achter je. Nee. Ik kan niet achter me kijken, maar jij hebt nog tijd. Ik zie het. Hoe ver zijn ze? Ik zie niemand. Hier een huis. We gaan in dit huis. Dat is gewoon een kampvuur of zo, ja. We gaan in dit huis. Ik heb mijn machete vast. Doe de deuren dicht, ik zweer het. Wat ligt hier? Niks. Oh mijn god. Wat een spanning. Ik zie niemand buiten. Oh my god. Ik schrok me dood, vriend. We hebben wel ongeveer dezelfde spullen. Dat is wel nice. Niet schrikken. Ik zit in de caravan. Ik ben niet in de caravan. Ik wel. Ik heb jeans gevonden. Er is geen drol hier. Weet je zeker? Ja, ik weet het zeker. Kijk dan, dit is echt geen kampvuurtje, vriend. Huh? Wat? Oh mijn god, Kevin. De sound. Oké, misschien staat het in brand, maar... Hier ligt ook nog een verrekijker in, als je wil. Oh, binoculars. In de auto. Ja. Dus elke keer als ik ga praten, pak ik mijn binoculars. Oh, je moet trouwens niet in third person je binoculars gebruiken. Nee, is dat raar? Kijk, gezellig naar je achterhoofd. Hallo, sir. Je gaat bloeden. Ga dood. Oh, kijk uit, achter je, een dude. Hallo? Kill him, Kevin. Van Roeski, wie is dat dan weer? Yeah, stay away. Oh, scheisse bieten. Deze is snel, man. Ik kan hem niet hitten of zo. Hallo. Is dat die dude weer? Er zijn er twee, ik zeg het je. Sla ze dood, Kevin. Sla ze dood. No! Why you kill? We are 5 people. Kevin, kill ze. Ik sla ze. Dan zijn we te veel, G. Kevin, ren voor je leven. Ren, Peter, ren. Hier naar beneden, de brug. Ja, is goed. Onder de brug. Friendly. Dat geloven ze toch nooit meer. Help me, Kevin. Help me. Schiet pijlen op ze, ik zweer het. Ik schiet. Dank je. Kill ze. Ze zien me nog niet. Ren de bos in. Kevin. Help me. Dat ben jij, of niet? Search for his friend, zeiden ze. Dude, ik hoor de zaklamp. Hallo. No! Ik word nog steeds achtervolgd. Ik ben dood. Kak. I got him. Ik ben 1-1. 1-1. Ja, er staan er 3 op de brug. Ik ben hem aan het neermappen. Ja, ik heb hem dood. Goed zo, maar er zijn nu 2 mensen onderweg. Oh, he died. Hoor ik ze zeggen. Fuck, take him.
Deze mensen willen mijn hoofd. Waar zit je ook alweer? Ik zit op F6. Ik zit op G9, dus dat is op zich gewoon te lopen. Damn, son. Dat was wel even grappig. Ze noemen zichzelf de Goon Squad. I saw someone going here. I think in this chuck. I don't know. Maybe. Oeh. Ah! Ja, ze hebben me gevonden. Ja. Yes. Ga op de tweede verdieping in een badkamer zitten met de deur dicht. Friendly. Ik heb een vriend neergemapt met een machete, Peter. Ja, dat weten ze niet. Oh ja, weten ze wel. Ik hoorde ze dat zeggen dat ze dat wisten. Oh, wat een prachtig spel. Ze lachen me uit. You will die. Zeggen ze dat? Deze moord. I killed your friend, motherfuckers. We got a badass over here. Yo. Don't. Oh, ik hoor mensen schieten. Please. Hallo. Ja, Jess is dead. Fuck. Thanks, bro. Peet. Wij zijn aan het ownen. Er is nu iemand met het geweer achter hun aan het aanrennen en hun vrienden aan het killen. Alleen Peet. Die van Roeski is nu open en hij zit echt, fuck, no. Awesome. Oh, man. Ik volg gewoon de weg, G. Man. Met 6 health. Zeg dat je friendly bent, dat helpt. Dat heb ik toch al 3 keer gedaan. Maar ik denk dat dat smoesje ophield op het moment dat ik een vriend heb vermoord. Ik heb weer een ex gevonden. One eternity later. US Army, restricted area. Waar de fuck ben ik, man? Wij kunnen nooit ver van elkaar af zijn. Ik ben nu bij het meer waarschijnlijk. Waar ik ben bij H7 nu. Ik zit op de rand van G7 en H7. Dus volgens mij is dat die Cranberry Apartments of zo. Hmm. Want het is naast een lake. Ja, dat lake, daar ben ik nu ook. Zie jij? Ik zie iemand lopen in het water. Springt hij? Nee. Ren voor je leven dan. Hij rent niet mijn kant op. Dude, ik ben ook in het water. Hij rent serieus, denk ik, richting jou. Nee, ik zie iemand rennen. Ja, ik zie 2 mensen. Jij zit, ja. Dat is sowieso 1. Ik spring. Ja, ik zie je. Ik spring ook. Waar ben je? Kijk voor je, rechts van je. Ja, rechts van me. Oh, daar, oké. Okay. Maar zie je die dude links? Jij zei toch tegen mij, ga naar de kant? Nee. En toen, hè? Daar is een stad. Ja, hier zijn allemaal huisjes. Ja, maar daar is echt een stad. Oké, doen we dat. Oké, dan. Oh, nee, grapje. Godverdomme, Peet. Kijk, ik denk dat we daar wel iets kunnen looten in die apartment. Oh, dat hoge gebouw, ja. Waarschijnlijk kun je ook op het dak. Oh. Oh! Die dingen hebben echt een fucking grote hitbox. Ja, maar die dingen zie ik altijd veel te laat. Hey, kijk eens daar! Wat zie je? The Church of... Huh? Zijn we in Taco Rancho net, toch? Taco Ranchito. Ik hoor wel zombies. H7. Nee, dit is Cranberry, jou. Oh. Yo. Friendly. I got one more friend here. Ze hebben wel coole helmen. Nice helmets, man. Hey, hier is een trap omhoog. Waar ben je? Binnen? Ja. Ik ben bang, man. Ze gedraagden zich heel vreemd. Ja, ze liepen echt zo suspicious naar achter. Hier liggen wel eens leuke geweren, weet ik. Hallo, my friend. Oh. Is het bij jou in de buurt? Ja. Is het binnen? I love big boobs. Ik heb die al een keer gezien. Hoezo? Het is niet binnen, toch? Het is buiten. Ik weet het niet. Kom helemaal naar boven. Ik ben boven. Ligt er geen sniper? Kill myself, where are you from? What's going on? Oh, daar lopen ze allemaal, bij de kerk. Wordt er op ons geschoten? Of op nee, op elkaar bij de kerk. Ze zetten elkaar aan het uitmoorden. Of die horen niet bij elkaar. Maar waar gaan ze nu naartoe? Daar moeten wij goed naar kijken. Oh, ik ben gesniped in mijn hoofd. What the fuck? Holy shit. Why was he looking from the top of the building? We were on. Because we were on the top of the building and we saw you shooting, man. Yeah. Hey, why did you move, man? Waarom praat je niet Nederlands met hem dan? Hij maakt dan wel rare geluiden. Fuck, man, I'm kidding.
What the hell? Hey. No, ik ga rennen. Hey. Ik ben die man beu. Je bent zijn bitch. Ik wil zijn bitch niet zijn. No, zijn vrienden zitten ook achter mij. Hallo. Hallo? Ik ben vermoord. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe H1Z1 aflevering. Er is veel gebeurd. Ondertussen blijft I Love Big Boobs gewoon doorpraten. Ja, neem het hem ook kwalijk. Oh. Mensen, bedankt voor het kijken. Hopelijk kijken jullie volgende keer weer. Willen jullie meer H1Z1? Laat het dan weten in de reacties of door middel van jouw like. En dan zeg ik zoals altijd, vanaf hier... Ciao.